Bingo Town! We kunnen ook die tafel even wegdoen. Dit is wel heel... Oh man, yo, wat up gasten, je hoort het. Het is een beetje melig, het is vrijdag. Jury zit heel ver weg. Hi. En het is Vraag Je Vrijdag. Woo! Yeah. Welkom! Vraag Je Vrijdag! We hebben Cordatus weer te gast vandaag, Jeroen. Linkje naar zijn kanaal altijd in de beschrijving. Check hem zeker weten. We hadden het er net over. Voor Banjo Town had je 500 abonnees. 575 oh, ja. Abonnees. Dus klik op de link in de beschrijving naar zijn kanaal. En dan gaan we checken hoeveel abonnees hij dan heeft. Ik hoop gewoon 2000. Ik denk, ja, eraf. 2000 eraf. 2000 min 500 abonnees. Oh. Nou. Zoals elke Vraagje Vrijdag hebben jullie vragen in kunnen sturen. Die heb ik hier ook niet, want ik moet hem laten. Foutje, oeps. Ik heb een vraag. Waarom zitten er pingwings in Banjo Movies logo? Dat is een heel moeilijk en lang verhaal, maar Banjo is gebaseerd op een pingwin. Ken jij dat verhaal wel, Kodaaf, of niet? Dat verhaal heb je wel verteld. Ik heb het verhaal van je broer toch? Zo, die had zo'n mijn broer die was een keer in Dierenpark Emmen was dat. En er liepen pingwins rond. En toen zei mijn broer, kijk, die pingwin die noem ik Banjo. En die Banjo die speelt de Banjo. En toen was er op een gegeven moment een heel irritant nummer van 4 minuten. En dat was iets in de trend van, nee, ik ben Banjo met de Banjo. En ik speel met de Banjo. En Banjo met de Banjo zonder Banjo. Lekker normaal. Dus alleen maar Banjo, Banjo, Banjo. En dat was zo kut dat ik dat een keer heb gedaan. Je bent gewoon gebrainwashed. Eigenlijk wel. Dus Pingwin is Banjo. Oké, okay, nice. En gaan jullie nog oude fanfiction voorlezen? Weet je wat vroeger deden in het Banjo Studio? Oh ja, ja zeker. Dat was wel episch. Als jullie fanfiction... En naar. Hebben, dat was heel naar. Ja, dat zeker. Als jullie sowieso fanfictie hebben, stuur het op naar banjomovies@gmail.com. Dat is het e-mailadres voor Banjo Town. En ook met... dat is echt even serieus. banjomovies@gmail.com is het e-mailadres voor Banjo Town. Dus je kunt het ook naar het e-mailadres sturen, maar dan kijk ik naar toe. Dat wil ik niet. Nee. Dus nog een derde keer, banjomovies@gmail.com is ja, het. Ja, stuur al je love letters. Iemand vraagt ook of we alle fanmail nog gaan openen. Hebben we dat nog? Nee toch? We hebben zo goed als alle fanmail geopend en de fanmail die we nog over hadden hebben we allemaal verdeeld. Plus, je moet even de video checken als je dat wil zien van Dylan Hagens, want PostNL heeft toen alle fanmail. Oh ja. Die heeft alle fanmail weggeflikkerd van ons. Oh, we hadden te veel fanmail. Boe, boe. Misschien moet Kanaaf, hoe blijf ik zo de kijkers? Kaas! Woe! Abonneer op Kodaaf, linkje in de beschrijving! Ja, ik heb een goede vraag voor Kodaaf. Hoe oud zijn jullie over 5 jaar? Hoe oud zijn we over 5 jaar? Ja. Jullie allemaal? Ja, bij elkaar. Ja, dus bij elkaar? Ja. Nee, los. Laten we los. Hoe oud is... ben je over 5 jaar? Ja, we gaan kijken of hij het kan raden. Kodaaf, hoe oud is Thomas nu? Thomas? Ik weet het niet. Ja. Oh, jij weet het ook niet? Nee. Ik kan me volkomen. Thomas? Ik ben zo slecht met leeftijden gokken. Ik gok 16. Dat hij nu... 16. Heeft wel het lichaam van. Ik denk de 21. 21 en? Volgens mij is hij 23. 23! 1-0 voor Jury! Hoe oud is Rickert? Rickert is 18. We hebben een 18? Rickert is 19, hij is niet 20. Hij moet een jaar geworden volgens mij. En het is 19! 2-0 voor Jury! Ja, dat is easy. Oké, okay, hoe oud ben ik? Ik heb weet ik ook geen idee, denk ik. Ik weet het, we hebben 22. We hebben 22. God, wie belt mij? Even kijken. Ik heb nog een andere vraag. Wie is de knapste van Banjo Town? Wie denk je dat de knapste van Banjo Town is? Ik denk Thomas. Wat trouwens nog één ding nog. Ah. De leeftijden waren we. Oh ja, leeftijd. Oh, ja. We hebben 22 van jullie en hoe oud ik jij dat ik ben? Oh, ja. Spannend. Zeg iets. 21, het is 22! Wow. 3-0 voor Jury. Bonusvraag, als je deze goed hebt, maak je alles goed. Hoe oud is Jury? 50. Wardo, hoe oud ben ik? Ik zeg 19. 20. 18? Niemand houdt van me. Ik ben 20. Oh, ja. Ik schat je jonger in, oké? Ik heb een baard. Ja, je moet ouder lijken. Dat is het doel van die hele baard. Ik had, oh, hier. Iemand... ik vind hier een vraag. Deze vind ik wel heel mooi. Dit is een vraag voor Kordaaf. Is Jury gay? Dat is niet... Dat is geheim. Dat mag ik niet vertellen. Nou, anders. Weet Jury's ouders al dat hij homo is? Nou ja, ik ben zijn vader en ik weet het. Oh! Dun, dun, dun. Even kijken. Een van de raar wijf vraagt wil je verkeer aan Rick Roers? Van wat beentjes of zo, ik weet niet. Het zou wel... iemand vraagt aan Thomas of Bardo, wat is je toekomstbeeld qua leven en Banjo Movies? Iemand vraagt dat aan Thomas. Wauw.
Ja, nee, het toekomstbeeld qua leven en banjemoes is gewoon filmpjes maken, lachen, gieren, brullen. Zoals we hier zitten met z'n allen, lekker dom doen. Tot je doodgaat. Precies, tot je dood bent. En dan als je dood bent, vanuit je graf nog een beetje plagen. Als geest. Dat je dan, weet je, als je Enzo Knol kijkt, dat je dan die lamp ziet flikkeren. En dan denk je, hé, dat is Bardo. Dat is Bardo. Silly best. En dan wil ik wel een linkje in de beschrijving van Enzo Knol als ik die lamp laat flikkeren. Dat was ik. Dat was promotie. Iemand vraagt om deze vraag op Banyantown. Even vraag verder bij deze. Ja, even kijken hoor. Dit is, deze is leuk voor Kordaar. Wat is het meest rare aan Banyantown tot nu toe? Je bent hier nu een dagje geweest. Wat is het raarste? Wat is het raarste? Dat Rick zoveel kaas eet. Hij heeft de hele koelkast leeg geplukt. Rick eet kaas, ja. Maar heel even tussendoor. Er is gewoon iemand, ik zoek dus op Twitter op Vraagje Vrijdag. Er is iemand die heet Nickmar1000. Mm-hmm. Kijk hoe hij zijn video's noemt. Iemand gebruikt gewoon onze naam, Vraagje Vrijdag. Copyright claim. What the fuck? Iemand EFKFM Vraagje Vrijdag nummer 3. Dat is copyright, bitch. Ja, Vraagje Vrijdag is sinds 2012. Ons ding! Ons ding! 4 jaar op rij en dan kom jij eraan. Man! Maar terug naar je kodaat, want ja. Je oké, Rick eet heel veel kaas. Wat is er raar aan Thomas? Wat niet? Ja, dat hij zich ging verstoppen op de wc. Dat vond ik wel een beetje. Toen was jij daar binnen natuurlijk. Ja. Oh man. En je speelde wel goed mee. Ja, true. Hij speelde heel goed mee. Stond ook echt zo te kijken van wat gebeurt er. Joen, wat voor jou? Voor mij? Hij moet toch over mij aan die zeggen? Oh ja, precies. Oh, ja. Wat is er raar aan Joeri? Wat niet, wat, Nou, wat is er raar aan Joeri? Ja, ik heb goed nadenkt. Dus dat is gewoon niks. Het raar is dat hij veel normaal is hier zo. Dat kan goed zijn. Nou oké, maar dan mij. Wat is het raar aan mij? Ik zit voor je neus. Dus waag het is. Waag. I dare you. Gelijk agressief die jongen. Ja, ik wil laten zien, ik ben die godverdomme de baas. Alles wat je zegt knip ik uit de video hoor. Ik edit deze video. Oh, kut. Mooi, dat komt alles goed. Dan kun je nu alles zeggen wat je wil. Het raarste aan Bardo. Ja, ja ik zou kunnen zeggen, maar dat is een beetje standaard dat hij zo laat kwam. Dat is helemaal niet standaard hoor. Ik hoor het op een of andere reden op andere plekken ook dat Bardo vaak laat is. Oh, dan ben ik wel benieuwd. Van wie heb je dat nog meer gehoord? Nou, van mij in je eigen video's. Dat je gewoon een paar keer hebt gezegd dat je altijd te laat bent. True, ben ik ook. En ja, die video... Voor mij is het 15 minuten om te laat te komen, is iets niet. Ja, dat laat me ook al ergens een lampje branden. Eigenlijk het raarste aan mij is dus gewoon dat ik net zo stupide ben als wat ik ben in mijn video's. Ja, eigenlijk wel. Woe! Die heb ik in de pocket! Ja, dat is op zich een compliment. Ja, natuurlijk, ik ben mezelf. Ik ben mezelf op camera, jongens. Goeie shit. Oh. Hou dat ook op. Je bent jezelf moet je een vuurbalkje zo. Tijd om deze video af te ronden, denk ik. Ja. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vrijdag! Ik wil graag Joeri bedanken voor het langskomen. Leuk dat je er was. Van huis. In ieder geval, wij zijn er morgen weer samen met Kordaaf. Jij bent de vast lid van Banyantown natuurlijk. He, leuk dat je te gast was, Joeri. Even serieus, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer hier beneden. Geef een blauw duimpje hier beneden. En check het kanaal van Kordaaf hier beneden. Heb jij een vraag voor ons? Want die hebben we echt nodig voor elke Vraagje Vrijdag. Laat hem weten. Hier beneden. Op Twitter of op Instagram. Of bel me. 06-42. Waarom krak ik het dus toe? Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Leuke Vraagje Vrijdag. Tot de volgende week met de nieuwe Vraagje Vrijdag. Vergeet even niet te liken en te abonneren. En natuurlijk ook deze jongen, maar dat is al een paar keer gezegd. Die weet het hoe het gaat. Tot de volgende keer. Later. Ook doei. Doei. Eindelijk.